Hier binnen zitten mensen die de hele dag alleen maar met hun lichaam bezig zijn. Nou ben ik ook wel eens met mijn lichaam bezig hoor. Vanmorgen dacht ik onder de douche nog, oeh, buikje. Nou ja, zit er voor mij nog een beetje verbeteringsmogelijkheden in? Ik ben heel benieuwd. Zo, meisjes. Jullie doen mee dit weekend? Ja, ik heb er zin in, ja. Jij staat op de poster, dus voor jou is het helemaal spannend. Ja, ik heb wat te bewijzen. Jullie zijn hier geloof ik al een tijdje mee bezig, hè? Om ervoor te bereiden voor dit event. Voor deze wedstrijd zit ik nu zo'n 15 weken op dieet. Oké, ja, want ik dacht misschien kan ik nog een beetje wat oefenen en dan dit weekend wat doen. Ja, ik kan het altijd proberen, maar nee, dat wordt denk ik niks. Dus, kansloos. Er staan eigenlijk alleen maar toppers zondag op het podium. Ja. Als ik zo naar jou kijk, dan vind ik jou wel echt een heel groot meisje. Ja, ik ben wat groter dan een gemiddelde vrouw, dat klopt. Gelukkig zie je dat, want ik werk er heel hard voor. Ja, maar die schouders en die vorm en zo, voel jij je heel vrouwelijk? Ik voel me hartstikke vrouwelijk. Jij bent een wat kleiner meisje. Dat klopt, ja. Amy doet bodybuilding en ik doe zelf bodyfitness. Iets meer gewoon mooie vormen en strak en zo. Ja. Niet enorme spieren. Die schouders, dat is nog te vergelijken met dat van mij. Ik wil wel eens even zien waar jullie het allemaal voor doen. Kan ik even, gaan jullie bepaalde poses en houdingen doen of zo? Ja, we kunnen wel een paar poses laten zien. Ik denk dat ik dan toch ook even voor de fitness houding ga. Ja. Wat vrouwelijker met de handen open. Nee, zeg. Amy, wat een spieren. Dat is echt niet normaal hoor. Je hebt best wel een zware stem. Heeft dat iets te maken met wat je doet of is dat gewoon helemaal toevallig? Bodybuilding vrouwen, testosteronniveau ligt wat hoger dan bij een gemiddelde vrouw. En het kan onder andere op je stem gaan slaan. Spannen. Daarnaast je arm. Dat komt uit. Het is net even iets vrouwelijker. Heel veel succes dit weekend. Dankjewel. Dat ik even mee mocht doen. Graag gedaan.